De voorzitter van de Nationale Assemblée, Maurinus B., heeft NDP-DNA-lid Melvin Bouffa gisteren uit de vergaderzaal gezet. Dit gebeurde tijdens de spreekbeurt van minister Amar Ramadine van Volksgezondheid. Als u uw mond dicht houdt, kunnen we rustig vergaderen, zei B. Bouffa bleef echter de vergadering interrumperen. U gaat nu eruit, waren de bewoordingen van B. nadat het lid een scheldwoord had geuit. Hij vroeg Bouffa om met het nodige respect met elkaar om te gaan en dat was niet de manier. Lid Bouffa, ik ga u eruit zetten. Politie, ik vraag u om lid Bouffa eruit te zetten. Dit gaan we niet accepteren. Dit gaan we niet accepteren. U moet de vergadering nu verlaten. Ja? Dat u als grote man hier stront gaat uit, u gaat nu eruit. U gaat nu eruit. Dit is even te veel. Als u geen respect hebt, dan gaat u het nu leren. Politie, ik vraag u om lid naar buiten te begeleiden. Na Bouffa uit de zaal te hebben gezet, is er om een schorsing gevraagd. Na de schorsing merkte VHP-parlementariër Mahinder Kumar Jogi op dat het geduld van de voorzitter op de proef wordt gesteld. En hoe geduldig en rustig u probeert de vergadering te leiden, in goede banen te leiden, voorzitter. Maar dat het erg provocerend wordt opgetreden, voorzitter, vanuit de andere kant. En dat, ondanks dat, voorzitter, wanneer u herhaalt wat de orde is in de vergadering, enkele minuten geleden, dat uitgesproken iemand die ondervoorzitter is geweest van het parlement, die het veel en veel beter zou moeten weten hoe hij zich zou moeten gedragen hier in het parlement, krachttermen bezig, voorzitter, naar de stoel toe. En dat is afkeurenswaardig, voorzitter. En dit moet niemand doen, voorzitter. En uw optreden vind ik correct, voorzitter. En er kunnen argumenten aangedragen worden van irritatie en allerlei dingen, voorzitter. Er is meer reden om geïrriteerd te raken hier, voorzitter. Maar wij doen dat niet, voorzitter. Dus die argumenten raken kant nog wel, voorzitter. VHP-parlementariër Mahinder Jogi. Hij gaf verder aan dat Bouffa continu bezig is geweest obstructie te veroorzaken, terwijl de regering aanwezig is en bereid is antwoord te geven op vragen die door de NDP-fractie zijn gesteld.